Ik hing daar op een gegeven moment ongeveer 6 hoog. En ik schoot uit de touw. Toen ben ik van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Ik ga mijn kinderen nooit zien opgroeien. Ik ga mijn vrouw nooit meer zien. Heel sterk teruggaan naar het nu. En van daaruit weer kansen zien. Dat ik door te voelen, de vormen te voelen van die auto, dat je weer even kan kijken. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar onze podcast, ook van harte welkom. Van tegenslagen kun je leren als ondernemer, volgens mij. En de vraag is bij deze ondernemer of tegenslag niet een beetje eufemistisch is uitgedrukt. Daar ga ik het over hebben, maar met name ook wat je ervan kan leren. Hein Noordman, Hein, van harte welkom. Dankjewel. Want als ik zeg tegenslag, kun je in het kort vertellen wat die tegenslag inhield? Dat kan ik. Eind 2016 had ik het plan om met een paar vrienden te gaan ijsklimmen in de Alpen. Bevroren watervallen beklimmen. Dat deed je wel vaker, neem ik aan. Vaker, ja. Zomers rotswanden, 's winters ijswanden beklimmen. En we gingen nog even een keertje trainen in de klimhal in Rotterdam. Even de laatste puntje op de i te zetten. En daar hebben we een fout gemaakt met het leggen van de zekering. En ik hing daar op een gegeven moment op ongeveer 6 hoog. En ik schoot uit de touw. Toen ben ik van die hoogte zo naar beneden geklapt op een betonnen vloer. Dat is 15 meter. Ja, ja. En letterlijk alles gebroken wat ik maar kon breken, verbrijzeld en gedaan. 5 weken in coma gelegen. Onvoorstelbare uren operaties achter de rug gehad. Waarbij eigenlijk geen van de artsen überhaupt nog dacht dat ik het zou overleven. Ik sprak een van de artsen laat. Die zei van nou, ik kan me die operatie aan je gezicht nog wel herinneren. Die was tot zo'n 3 centimeter weggeslagen. En zei, we waren eigenlijk meer bezig jou wat op te knappen voor je kist. Omdat we nou dachten dat jij ging redden. En toen ik één keer wakker werd. Ik kon nog minder dan een baby. Ik kon niet slikken. Ik kon niet praten. Ik kon me niet bewegen. Niks. Maar ik kon ook niks meer zien. En dat is gebleven. Gelukkig kan ik nu weer staan en lopen en praten en normaal weer slikken. Maar mijn zicht is voor 100% weg. Dus ik kijk helemaal in het zwart. Voel je wel licht of zo? Of ook, nee, ook niet? Helemaal niks. Helemaal zwart. Ja. Je was op dat moment ondernemer, ja, toch? Wat deed je? Ja. Ik had een marketingbureau en een bureau wat hielp bedrijven in salesontwikkeling. Dat hing wel sterk aan mij. Dus dat maakt het ook lastig om dat voor te zetten. Helemaal als je in coma ligt en een aantal maanden uit de running bent. Mm. Want toen het gebeurde, was jij toen... Ja, toen was je weg, neem ik aan. Toen je op de grond lag. Ben je toen ook al die tijd weg geweest? Wanneer was de eerste keer dat je weer bij bewustzijn was? Nou, dat was zo 5 weken na het ongeluk. Ben ik langzaam wakker geworden. En je hebt dan vaak achteraf het idee van... nou, toen werd ik op een gegeven moment wakker. Maar dat waren momenten van helderheid en weer weg zijn. Mijn hele kort geheugen was weg. En heel veel momenten zijn weg. Dus ik heb pas maanden daarna weer geheugen opgebouwd. Weet je nog de eerste keer dat je realiseerde wat er gebeurd was? Of ik precies weet wat er gebeurd was, dat niet. Ik kwam op een gegeven moment terug en ik dacht dat ik in een hele andere tijd zat. Dat ik door een Duits bataljon gepakt was samen met een andere Engelse militair en dat we een vluchtplan moesten maken. Dus je was de draad kwijt. Ik hoorde het later van mijn dochtertje wat in het ziekenhuis kwam. Ze zei, ja, de zuster zegt, je bent wel bij, maar je praat de hele ochtend Duits en Engels. Tegen de verpleging praat je in het Duits en tegen die vriend van jou zit je in het Engels te praten de hele tijd. Waar komt dat dan vandaan? Ja, blijkbaar een delirium of een IC-trauma wat je dan hebt, waardoor je helemaal van het padje bent. Je hebt het over je dochter. Je hebt 1 kind? Ik heb 3 kinderen. 2 uit een eerste huwelijk en 1 dochtertje uit mijn tweede huwelijk. Oké, en je had op dat moment ook een vrouw of vriendin? Ja, een vrouw. Wat gebeurt er dan met je... Als je bent ondernemer en je bent ambitieus en je alles voor elkaar, tenminste zo ziet het er een beetje uit en dan gebeurt dit. Wat gebeurt er dan? Ja, weet je, eigenlijk wordt letterlijk alle tellers gingen op nul naar af. Op dat moment voel je op een gegeven moment van wat er ineens allemaal niet meer is. Dan denk je, ja, misschien kun je maar beter een andere partner gaan zoeken. Want wat moet je nou met een blinde invalide? Ja. Wat moet je met je... Dus eigenlijk heb je zoiets van, ja, ga maar door allemaal. Want ik sta jullie meer in de weg dan dat je nog wat aan me hebt. Heb je dat soort gevoelens heb je ook gehad? Ja, maar dat ging gelukkig heel snel
over dat ik een soort beelden kreeg. En dan zag ik soort fotootjes voorbij dwarrelen van mijn vrouw, mijn kinderen. Dat ik dacht van, maar voor jullie wil ik leven, voor jullie wil ik leven. Hmm. En dat was ook wel heel mooi. Is dat waar je dan de kracht, is dat dan uiteindelijk toch de kern waar de kracht vandaan komt? Nou, je merkt inderdaad wel, en dat was heel mooi, dat je in positieve zin ervoeren we toen. Men zegt wel eens, in tijd van problemen leer je vrienden kennen. Hmm. Nou, dat hebben wij in positieve zin eigenlijk geleerd. Dat we zulke ongelooflijke mooie hulp kregen van mensen. Van pannetjes eten aan de deur tot weet ik wat allemaal van hulp. Dus dat was heel mooi. En dat gaf ook wel weer kracht van dat mensen je ondersteunden. En mensen waar je veel om gaf, dat die er voor je waren. En dat is mooi. Waar haal je de veerkracht vandaan om vanaf dat moment dan zeg maar door te gaan? Want hoe ziet zo'n proces eruit? Is dat vallen en opstaan? Ja, weet je, ik heb wel gezegd, ik heb mijn belangrijkste managementlessen denk ik tijdens het klimmen geleerd. In momenten van hoge mate van stress, dat je denkt dat het fout gaat. Heel sterk teruggaan naar het nu. En van daaruit weer kansen zien. En dat had ik toen ook. Ik lag toen in het revalidatiecentrum. Ik herinner me nog dat ik als ik naar de wc moest of naar de badkamer moest, werd ik met een soort bedlift uit bed getakeld. Net een soort Free Willy was ik. En dan werd ik naar de badkamer gebracht. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja. En er was toen geregeld door mijn familie dat er om de beurt iemand bij mij bleef slapen. Want ik had enorme nachtmerries in de lieren. Dus 's nachts. En toen die nacht was mijn zoon bij me slapen. En toen had ik met hem afgesproken van Max, ik ga proberen zelf uit bed te klimmen. Als dat lukt en of het gaat fout, dan moet jij me opvangen. En dan klim ik zelf in die rolstoel. En dan, nou, dat is wel een paar keer gedaan. Midden in de nacht dat samen stilletjes gedaan, dat niemand van de verpleging het hoorde. En na 2-3 keer lukte dat. Nou, en toen hebben we samen staan juichen. Ja, het kan, het lukt. En weet je, en zulke kleine succesjes vanuit zo'n vertrekpunt. En daar af en toe ook weer naar teruggaan. Dat maakt dat je weer energie krijgt en weer nieuwe doelen gaat stellen. Van hey, dit lukt en dat lukt. En als het gaat om wat er gebeurd is, hè, zonder nou echt tot in details te treden. Maar is ook een van de lessen dat hoe goed je ook voorbereid bent, hoe professioneel je ook bent, hoe zeer je ook met je vak bezig bent, dat een ongeluk in een klein hoekje zit? Is dat ook zo simpel? Want het is natuurlijk voor buitenstaander best lastig te snappen dat je denkt, van, wat is er nou gebeurd? Ja, ik klom al echt al jaren. En ik kwam notabene in die klimhal met hele grote regelmaat. En ik had goed materiaal en noem alles maar op. Dus eigenlijk die punten was allemaal in orde. Maar misschien juist het gevaar dat je dat al jaren doet en notabene ook met een maat die super ervaren en getraind is, waardoor je eigenlijk je partner vertrouwt van dat zit goed. Mm-hmm. En dan mogelijke momenten hebben gehad van verslapping. Net even cruciaal moment, het leggen van de zekering, net even niet goed opgelet. Allebei niet. En dat was dan cruciaal. En dat gebeurt natuurlijk in werksituaties ook. Hè? Ja. Dat je al jaren misschien met een goed team samenwerkt. En denk van nou, hè, daar is goed zicht op. Dat zijn ervaren gasten, mensen die ik kan vertrouwen. Dat klopt. Ja. En toch gebeurde het dan, gebeuren de fouten. Wat is het als ondernemer voor een proces geweest? Want hoe lang ben je echt uit de running geweest? Zeg maar, dat je... Ik denk wel een half jaar. Nou, dat vind ik nog meevallen. Kijk, omdat de verwachting was dat ik het niet zou overleven. Nee. Moest mijn vrouw ook ineens bewindvoerder worden van mijn bedrijf. En alles moest ineens geregeld worden, afgewikkeld worden. En weet ik wat allemaal. En waar ligt wat en hoe vind je wat? Dus dat was absoluut even stress natuurlijk. Mm. En na een half jaar was het weer zoiets van, dan gaan we dat, toen ging je weer dingen opbouwen. Nou, toen ben ik eigenlijk bij toeval via een vriend van me ben ik in het lezingencircuit gerold. Hadden een keer een etentje en er kwam iemand die had een trainingsbureau dat bedrijven traint in safety leadership. Hè, hoe je van de directie tot aan de laatste man in de keten je bedrijfsvoering dusdanig doet dat er minder bedrijfsongevallen gebeuren. En die had gehoord van mijn verhaal. Zei, jeetje, dat past goed in onze trainingen. Dus toen ben ik eigenlijk wel heel snel daarin gerold. Natuurlijk had ik wel eens voor groepen gestaan en alles. Dat is logisch natuurlijk, mm-hmm. Maar echt lezingen geven. En via een andere vriend van mij, Wilco van Rooyen, rolde ik toen bij Sportspeakers naar binnen. Bergbeklimmer. Dat is die man die zijn tenen verloren heeft. Ja. Verloren, of werd het verdwaald geraakt is op de K2. Heel heftig ongeluk gehad. Ja. En we doen nu ook samen lezingen, Wilco en ik.
Alleen doe ik natuurlijk lezen. Dus zo ben ik eigenlijk in dat lezingencircuit gerold. En het grappige is dat ik wel eens denk dat het geven van die lezingen, en daarbij pak ik ook een stuk terug van mijn verhaal, van mijn ongeluk, dat het juist heel positief werkt in de verwerking van hoe ik er nu, wat ik nu kan en wat ik niet kan. En dat dat juist een mooie helende werking heeft, in plaats van dat je blijft hangen in van wat je allemaal niet meer kunt en doet. Omdat de portée van dat verhaal juist iets positiefs is? Ja. En wat is dan de portée eigenlijk van het verhaal? Nou, dat hangt ook wel sterk vanaf natuurlijk wat de aanleiding is waarom ik voor de groep sta. Dat probeer ik altijd wel zo goed mogelijk af te stemmen. Of dat inderdaad, of die safety leadership is. En dan gaat het meer om hoe doe je je voorbereiding en hoe zorg je dat je de risico's minimaliseert. Mm-hmm. Maar het zijn ook regelmatige lezingen over leiderschap of over veerkracht. Ja. Dan vertel ik eigenlijk gewoon mijn eigen verhaal. En het mooie is dat mensen daar uitpikken van wow, dat is mooi, daar kan ik wat uithalen. En dat is het leuke, dat ik geen theoretisch verhaal heb, maar gewoon mijn eigen verhaal. Ja, en ook nog eens een keer overtreffende trap van tegenslag, denk ik. Hè? Want we denken al vrij snel dat we tegenslag hebben. Ook als we kijken naar het afgelopen jaar bijvoorbeeld als ondernemer. Hoe zwaar het ook voor heel veel ondernemers ook daadwerkelijk is. Ik vertelde net in het voorgesprek al dat een van mijn beste vrienden een herseninfarct heeft gehad. En die is sindsdien, heeft hij er een soort persoonlijk project van gemaakt om te gaan onderzoeken met andere mensen die ook hele ernstige dingen hebben meegemaakt, waar die veerkracht nou vandaan komt. Heb jij dat voor jezelf helder? Waar die enorme kracht vandaan komt om zo positief weer in het leven te staan en weer vooruit te gaan? Het komt uiteindelijk toch puur uit jezelf. Niet uit theoretische lessen of iets, maar echt puur uit jezelf. En eigenlijk zodanig geconfronteerd worden met een, wat voor mij leek het een uitzichtloze situatie en letterlijk uitzichtloos. Ja. en dat je eigenlijk door jezelf te trainen in heel sterk naar het moment gaan, of dat nou is dat je lekker even met de kat op schoot een bakje koffie zit te drinken of iets en van daaruit, nou ga ik eens dit doen, ga ik eens dat doen. En dan dingen die dan lukken, en dat kunnen soms hele kleine doelen zijn, dus eigenlijk loslaten van een ooit gesteld doel, van een groter doel. Wat je natuurlijk bij veel ondernemingen ziet, dat mensen zeggen van nou, we willen zoveel miljoen draaien, of dit zijn de targets. Als je daar maar aan vast blijft houden, dan zul je altijd zien dat of nooit gehaald wordt, of toch iets anders. Terwijl als je in staat bent dat op cruciale momenten los te laten en te kijken, hey, wat is nu de situatie, met wat is mijn team, wat is de markt, wat gaan we daarmee doen, dat je dan in heel veel gevallen mooiere resultaten weten halen, mensen veel meer in de kracht weten zetten dan maar vast blijven houden aan het uitgestelde doel. Ja, precies. En ook niet teruggrijpen. Niet alles relateren aan ooit was het zo. Dat is nou helemaal niet meer zo. En als we het nou hebben over de toekomst, hè? Even een paar dingen die ik daarover wil weten. Om te beginnen, het sprekerscircuit. Nou, kunnen we elkaar de hand schudden. We zijn collega's geworden, want ik werk in dat werkveld, zeg maar. Leuk, hè? Ja. Dat wereldje. Wat is het afgelopen jaar gebeurd? Want je stond natuurlijk, neem ik aan, veel op podia. Ja. Die gingen allemaal dicht. Ja. Hoe doe je dat als je niks ziet? Of is dat juist dan een voordeel? Nou, zakelijk gezien was dat geen voordeel. Nee. Qua lezingen was het helemaal een waardeloos jaar. We hebben wel een aantal dingen nog via Zoom of via beeld gedaan. Ja. Dat werkt wel, maar je mist dan toch ook wel interactie. Dus wat dat betreft vond ik het wel behelpen. Maar goed, we hebben wel een paar dingen doorgezet. Maar ik was inmiddels ook wel weer druk met wat andere activiteiten, waarvan ik ook zoiets had van, joh, ik heb alle tellers op nul moeten zetten. Dus ik wil nu ook gaan kijken hoe ik mogelijk vanuit deze situatie weer nu misschien dingen ga ontwikkelen waar ik vroeger nooit aan gedacht heb. Hmm. Of daar misschien niet op gefocust ben geweest. Om dat op te pakken. En dat is? Dat is bijvoorbeeld nu. Ik ben door het Erasmus ziekenhuis benaderd van, joh, we hebben een aantal keer gesproken over het onderzoek van professor Pieter Roelsema, die onderzoeken doet over een visuele prothese waarbij men een chip in de hersenen plaatst. En die chip koppelt aan een cameraatje. En door dat cameraatje komt er een vorm van beeld terug voor mensen die of helemaal defecte ogen hebben, of zoals in mijn geval de oogzenuw helemaal kapot is, weer een vorm van zicht kunnen terugkrijgen. En waarbij ze van, joh, kun jij niet helpen met jouw contacten om een stuk fondsenwerving te realiseren, dat de laatste sprong naar de daadwerkelijke operatie gemaakt kan worden. En de hoop is dat het 2023, 2024 gedaan kan worden.
Maar zou je dan de eerste zijn waarbij ze dat gaan uitproberen? Niet de eerste om dat uit te voeren per se, maar wel degene die misschien wel mogelijk maakt om dat stuk fondsenwerving op gang te krijgen. Ja, ja. Waardoor daadwerkelijk die operatie gedaan kan worden. En dat vind ik alleen nog geweldig, omdat als dat door mijn inbreng kan lukken, dat we dat kunnen realiseren. En het gaat nu een campagne worden onder de naam Laat Blinden Weer Zien. Waarbij de laatste sprong genomen kan worden. En er worden nu al testen gedaan op dieren, waarbij ze inderdaad zien dat dieren de zaak herkennen door middel van die chip in de hersenen. Dus het ligt heel dichtbij. En dat zou voor heel veel blinden natuurlijk een waanzinnige levenssprong zijn, als je weer een vorm van zicht terug kan krijgen. Ja, 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 het is een hele, ik zit er meteen te denken, hoe zou dat er nu uitzien? Maar dat is natuurlijk een hele rare vraag om aan jou te stellen. Nou, wat ik begrepen heb tot nu toe is dat je contouren ziet in lichtpixels. Ik weet, er is een NOS-journaal filmpje waarbij de beelden zijn, hoe dat ongeveer uit moet zien. Dus je ziet contouren, schaduwen en zulke dingen. Het is niet dat je weer scherp gaat zien zoals je normaal met je ogen doet, maar wel een vorm van zicht weer, waardoor je ziet dat er ergens iemand zit, of dat er een boekenkast is, of een tafel of zulke dingen. Dus alle quote 500 leden die ook dit soort video's kijken op CVD-TV, is dat een keiharde oproep om eens met jou contact te maken? Nou, kijk, we hebben zeker hulp nodig van ondernemingen, van mooie fondsen die een goed doel willen ondersteunen. Ja. Dit is natuurlijk een fantastisch doel, wat niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland en heel veel mensen kan helpen. Dus ja, het is absoluut een oproep als mensen ruimte hebben om me te kunnen helpen. En dan mogen ook particulieren zijn natuurlijk. Ja, precies. Om te doneren op het Herseninstituut, die daar een campagne op heeft. Ja, nou, of als mensen serieus hier meer over willen weten en die naar deze video, ik kijk even op de camera zitten te kijken, dan moeten ze maar even contact met mij. Als ze met jou contact willen, dan leggen we de lijntjes wel. Ja, heel graag. Als je nou weer enigszins zou kunnen zien, hè, en je mag één ding uitkiezen wat je echt weer mag zien. Ja. Wat zou je dan willen zien? Nou, weet je wat natuurlijk primair heel gek is, het moment dat je hoort en ziet dat je echt blind bent. In het begin dachten ze dat het puur een fase was, dat die oogzenuwen moesten wennen weer. Maar het moment dat je realiseert dat dat niet zo is, dat je gaat denken, verdomme, ik ga mijn kinderen nooit zien opgroeien. Ik ga mijn vrouw nooit meer zien. Ja. En ik moet zeggen, dat blijft nog steeds heel erg moeilijk. Het idee van, jeetje, hoe kan het nou dat ik mijn dochtertje van, die was toen bijna 8... dat ik die nooit als een volwassen vrouw ga zien en mijn kinderen nooit zie volgroeien. En dat blijft heel erg moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is wel absoluut een van de eerste dingen. Dat je zegt van, ja, ik kan mijn eigen partner weer zien en mijn kinderen zien opgroeien. Ja. Ja. En dan toch wel een anekdote. En hij is online al veelvuldig beschreven. Maar ik had ook stiekem gehoopt toen je hier aankwam bij de studio hier. Ja. En ja hoor, ik hoorde het geronk al van verre. Je hebt gewoon een dikke Lotus gekocht. Want je bent petrolhead ook gewoon. Ja, ja. Oh, dat was ik al. Ja. Nou weet je, ik was altijd een petrolhead. En hield vooral van Engelse auto's. Mm-hmm. En het moment dat je natuurlijk ineens zo terug wordt gezet naar nul, ben je ook zelf aan het kijken van, wat kan ik nou nog wel? Waar kan ik nou wel van genieten? En het grappige was, als ik dan wel eens bijvoorbeeld een van de auto's waste, dat ik door te voelen, de vormen te voelen van die auto, dat je weer even kan kijken. Ja. En de geluiden te horen van zo'n auto en te voelen bewegen, dat je weer even kan genieten. Mm. En ik ga vaak met een maat van me, dan gaan we of naar tentoonstelling of naar showrooms, dan gaan we kijken en dan vertelt hij enthousiast over, kijk, er is dit, er is dat. En dan merk ik hoeveel plezier ik daarbij heb. En ik weet ook dat heel veel mensen van, nou, dat ben je toch gestoord als je zoiets koopt. Maar zo'n auto is dit. Het geluid en de beweging, dat is zo genieten. Ik dacht van, ja, dat is dan een van de dingen die ik dan wil ervaren om dat te kunnen doen. En die maat is René, die er nu ook bij is in de studio. En die René. Kende je die voor het ongeval al? Of? René heb ik leren kennen via, dat heet tegenwoordig automaatje, waarbij mensen als vrijwilliger, mensen die dat nodig hebben, kunnen rijden ergens naartoe. Ja. Ze hebben elkaar leren kennen. En dan zit je langer met elkaar in de auto en heb je verhalen. En daar is een hele mooie vriendschap uit gegroeid. En hij ondersteunt me op een heel aantal vlakken. En dat is geweldig. En we doen samen hele leuke evenementen doen we waar we naartoe.
Dat is genieten hoe mooi ook dat weer is, is wat in je leven komt. Ik van, nou, dat is dan weer toch mooi hoe iemand op je pad gevallen is en dat je samen zoveel leuke dingen doet en geniet. Ja. Mag ik je danken voor je verhaal, Hein. En ik hoop ook even vaktechnisch dat de podia weer snel open zullen gaan. Zodat je daar weer vol vuur je verhaal kan doen. En dankjewel dat jij mijn gast wilt zijn. Graag gedaan. En voor iedereen die zit te kijken op YouTube, dankjewel voor het kijken. En heb je zitten luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Hoi.